Ja, Paul, ik speel jouw vraag gelijk even door naar Hanne van Veen van Volare. Je bent de atletenmanager en je hebt de dames uit Kenia en hier naartoe gehaald. Waar was Pauline Enyeri vroeg Paul Schabbing zich af? Want die heeft hij heel lang nog vooraan in de wedstrijd gezien. Nou, Pauline die viel al vroeg uit. Die hebben we al, ik denk, voor halverwege al niet meer gezien. Het Tahai Maru uit Ethiopië liep de hele tijd op kop. Alleen zij stortte helemaal in. Ze kon op een gegeven moment, ik denk door de warmte, het tempo niet meer aan. En zagen we Miliam Ebongon, die net derde werd, zagen we dichterbij komen. Dus het was heel spannend op het eind, want het leek erop alsof Miliam Tahai Maru zou gaan inhalen en gaan winnen. Maar op een gegeven moment kwam Kellen na 40 kilometer. Kwam bij de dames net voor de finish. Die kwam uit het dieveltje, uit het doosje was ze daar bezig. Nou, ongelooflijk. We wisten niet wat er gebeurde. Was echt een enorme verrassing. En die had nog wel de energie en de spirit om ervoor te gaan. En die ging er zo overheen in die wonderwedstrijd. Ja. We hopen straks even te kunnen spreken met Kellen Waitira. Kun jij iets meer over haar vertellen? Wie is zij? Kellen komt uit Kenia, traint vooral in Embu. Zij heeft afgelopen jaar werd zij tweede in Nairobi Marathon in november, wat ook warm was en op hoogte. Daar liep ze 2:35. En op basis daarvan hebben we haar uitgenodigd om naar Enschede te komen. Ja, wat is nou al met al je gevoel hoe je hier staat? Want de winnende tijd is 2:34, natuurlijk bij lange na geen parcoursrecord. Ja, daar ben je niet tevreden over, denk ik. Nee, dat is absoluut jammer. Alleen met deze weersomstandigheden zat het denk ik gewoon niet in vandaag. We hebben er alles aan gedaan. De hazen liepen heel lang op dat tempo. Maar op een gegeven moment, als de dames het niet meer aankunnen dan, ja, en die warmte speelt op, dan moet je dat helaas maar accepteren. En vooral genieten van een mooie wedstrijd, want dat hebben we uiteindelijk hier wel gehad. Ja, hoe zijn de dames op dit moment eraan toe? Nou, de winnares die heeft een grote glimlach op de gezicht. Die voelt zich goed en die is blij. De nummer 2 die zegt, ik wil het niet meer. Ik vond het niet leuk, want die werd natuurlijk ingehaald. En die dacht dat ze ging winnen, maar die ging helemaal kapot. En de nummer 3 is net afgevoerd naar de EHBO. Want die, ik denk dat zij een beetje te weinig wellicht heeft gedronken. Ja, Miliam Ebongon, de Keniaanse. Ja, ja, maar ik verwacht dat ze er wel gauw weer bovenop komt. Ga ik zo even opzoeken. Ja. Voor veel van dit soort dames is dit de eerste keer, hè, de kennismaking met Europa. Was dat voor Kellen Waitira ook zo? Nee. Zoals ik zojuist zei, ze werd tweede in Nairobi. Dus zij heeft de ervaring van de marathon al. En wellicht heeft haar dus dat geholpen om hier verstandig te lopen en uiteindelijk te winnen. Ja, ik doelde meer op dat ze voor het eerst naar Europa komen. Dat ze voor het eerst onder deze omstandigheden zijn. Nee, ze is wel vaker buiten Kenia geweest. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook vaak het verhaal, hè, dat ze de andere jaren zagen dat ook de kwamen hier. En dan keken ze de wereld om zich heen van wat ze meemaakt. Want het is natuurlijk voor deze dames, jullie pikken niks voor niks talenten op. Eerste kennismaking vaak, met ook een marathon. Niet voor niks dat de debutanten meeliepen. Klopt. Ja, dat maakt het mooi aan deze wedstrijd dat er inderdaad vaak debutantes meedoen. Maar vandaag heeft een ervaren dame de wedstrijd gewonnen. Ja. Ja, conclusie? Spannende wedstrijd. Ik ben tevreden. Ik vond het een prachtige strijd om op het laatste te zien, de laatste 5 kilometer. Jammer dat er niet harder is gelopen, zeker niet onder de 2:30. Maar desalniettemin een prachtige dameswedstrijd.